Vanaf afgelopen maandag kan iedereen die hoest, niest, benauwd is of koorts heeft terecht bij de GGD. Via 0800 1202, het landelijk telefoonnummer, kun je een afspraak maken. Tienduizenden tests zijn al afgenomen. Bij de teststraat in Noodorp liet GGD Haaglanden me zien hoe ze dat testen met zulke aantallen doen. Met een grote teststraat en een mobiele testunit kunnen ze alleen daar al 2000 mensen per dag testen. Mooi om te zien hoe ze bij de GGD deze enorme klus klaren. Het vinden van een vaccin is cruciaal in de strijd tegen het virus. En daar wordt dan ook met man en macht aan gewerkt. En omdat we samen meer kunnen dan alleen, bundelen we de krachten met Duitsland, Frankrijk en Italië. Afgesproken hebben we om samen op zoek te gaan naar een vaccin dat toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar is voor heel Europa en daarbuiten. Want we zijn uiteindelijk pas beschermd als iedereen beschermd is. We moeten zo goed mogelijk, zo scherp mogelijk, zo tijdig mogelijk zicht hebben op de verspreiding van het virus. Als het virus ergens opliert, moeten we het de kop weer indrukken. Het Corona Dashboard helpt daarbij. Sinds afgelopen donderdag is op de eerste proefversie van het Corona Dashboard te volgen hoe het coronavirus zich ontwikkelt in ons land. Daarop zien we onder andere het aantal IC-opnames, het aantal positieve testuitslagen, een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Zo kan iedereen in één oogopslag zien hoe het ervoor staat. En zo weten we of we en waar we moeten ingrijpen. Kijk ook even op coronadashboard.rijksoverheid.nl. In verpleeghuis Het Parkhuis in Dordrecht zag ik hoe verschrikkelijk de gevolgen van het virus kunnen zijn. Het parkhuis is hard getroffen. Dat is zwaar voor de bewoners, voor hun familie, loodzwaar voor de mensen die er werken. Die ondanks al hun harde werk en liefdevolle zorg vooral zagen hoe moeilijk het is om dat virus af te stoppen. Vrijdag sprak ik een aantal medewerkers. Echt onder de indruk van zoveel leed, maar ook van zoveel doorzettingsvermogen en veerkracht. Om het virus zoveel mogelijk bij de verpleeghuizen buiten de deur te houden, hebben we bezoek moeten beperken. Nu het aantal coronabesmettingen afneemt, kunnen we weer verantwoord een aantal stappen zetten van afstand naar nabijheid. Daarom kunnen verpleeghuizen die coronavrij zijn weer bezoek ontvangen. Vanaf 15 juni moeten alle verpleeghuizen dat weer doen. En is het voor verpleeghuizen die een aantal weken met één bezoeker per bewoner hebben geoefend, ook weer mogelijk om meerdere bezoekers per bewoner te ontvangen. Zo, dat was het weer voor deze week. Volgende week weer een nieuwe vlog en voor nu, leuk dat je keek.